Deze webles gaan we niet kijken naar een bepaald natuurkundig onderwerp, maar ik wil het eigenlijk veel algemener houden. Ik wil gaan kijken hoe kun je op een systematische manier een rekenopgave bij natuurkunde maken? Want hoe systematischer, hoe overzichtelijker jij weet te werken, des te minder fouten ga je maken, des te minder stomme fouten vooral. Fouten die niks te maken hebben met het wel of niet snappen van de opgave, maar gewoon slordigheidfoutjes. En in deze webles gaan we uh, twee dingen bekijken. Waar moet je opletten als je een formule gebruikt? En waar moet je opletten als je denkt klaar te zijn met je opgave? Van allebei gaan we een plan van aanpak bekijken. Die zijn allebei heel kort. En ik wil het afronden met een voorbeeldsommetje. Een heel eenvoudig voorbeeldsommetje om uh, de plan van aanpak duidelijk te laten uh, worden. Hoe ziet nou het plan van aanpak eruit bij een berekening? Dus je gaat de formule gebruiken om uh, tot je antwoord te komen. Zorg dan ervoor dat je duidelijk maakt aan degene die jouw werk nakijkt wat je aan het doen bent. Dus je begint eerst met het noteren van de formule. En uh, als het nodig is, dan zou ik ook zeker aanraden om de formule om te zetten, zodat de onbekende links van het is-teken staat en alles wat bekend is rechts van het is-teken. Stap 2 is dan dat je de formule gaat invullen. Dus je gaat de waarde op de plekken zetten in de formule. En stap 3 is dat je het antwoord geeft. Nou, dit past alle drie uh, op één regel. Uh, maar het is wel een, een duidelijke manier van werken. Dan bij het uh, afronden van je opgave. Ben je namelijk klaar, dan is het erg handig, erg verstandig. om aan drie dingen te denken wanneer je gaat afronden. En maak het jezelf nu makkelijk. Spreek met jezelf af dat je uh, drie keer een streep gaat zetten onder jouw antwoord, onder jouw eindantwoord. Om uh, voor jezelf duidelijk te maken dat je aan die drie dingen hebt gedacht. Nou, welke dingen heb ik het dan over? Uh, eerste is dat je gaat kijken naar de significante cijfers. Zijn die correct? Heb je er überhaupt aan, aan gedacht? Als dat uh, zo is, als je het hebt bekeken. Je denkt dat het goed is, dan zet je er een streep onder, onder je antwoord. Tweede is. Staat er wel een eenheid achter mijn waarde? Geen eenheid kost je altijd een punt. Staat er een eenheid achter, tweede streep eronder. En de derde is dat je tegen jezelf zegt: ja, ik heb nu wel een antwoord, maar is dat antwoord ook geloofwaardig? En geef ik ook inderdaad antwoord op de vraag? Nou, heel vaak kun je al wel een afschatting maken, hoe grof die ook is, maar een afschatting maken wat er ongeveer uit zou moeten komen. Um, we gaan het even toepassen. Zoals ik net al zei, een heel eenvoudig voorbeeld. Het gaat ook niet om, het, uh, om de, de diepgang van de, de opgave of het onderwerp van de opgave. De opgave is als volgt: uh, men laat een bal vallen, de bal maakt een vrije val en uh, het komt op de grond terecht met een snelheid van 22 meter per seconde. De vraag is: hoe lang duurde de val? Dus hoeveel seconden heeft de bal gevallen? Dit is een vrij eenvoudige opgave uh, uit het hoofdstuk beweging. En we gaan dus beginnen met de berekening. Ja, dan heb je natuurlijk een formule voor nodig. En we hebben te maken met een vrije val. En dat wil zeggen dat de bal een eenpaarige versnelling ondergaat. En bij een vrije val op aarde. Dat nemen we even hier aan, dat het ook zo is. Want er staat niet dat het ergens anders is. Maar bij een vrije val op aarde weet je zelfs de grootte van de versnelling. Die is 9,81 meter per seconde in het kwadraat. Nu laat je eerst zien dat je snapt. Uh, waar je mee moet gaan werken, dat je de situatie uh, door hebt. En je schrijft dan ook eerst de formule op die je gaat gebruiken. En die ziet er zo uit: a is delta v geheel te delta t. Of uh, je mag zelfs opschrijven: g is delta v geheel door delta t. Dan gaan we even kijken. Ze willen de tijd weten. En we gaan dadelijk zien dat je uh, delta v en a weet. Dus we gaan eerst even deze formule ombouwen met de balansmethode, zodat de onbekende links van het is-teken staat. En als je dat goed doet, dan krijg je dit. Delta t is delta v delen door a. Nu gaan we het invullen, want delta v is natuurlijk gegeven. In het begin stond de bal stil toen je hem losliet. En hij kwam met een snelheid van 22 meter per seconde op de grond. Dus delta v is 22 meter per seconde. En a is de valversnelling op aarde, 9,81 meter per seconde in het kwadraat. Uh, nu kunnen we gaan uitrekenen. Je pakt je rekenmachine, je tikt het in en dan komt er dit uit. Nu heb je op een hele duidelijke manier laten zien uh, wat je hebt berekend en hoe je dat hebt gedaan. Zelfs al zou het antwoord door een of andere uh, rekenfout of leesfout niet correct zijn, dan heb je toch al punten verdiend omdat je laat zien dat je weet wat je moet doen. Nu de afronding. Je hebt nu wel een antwoord, maar bedenk er altijd uh, bij dat je drie dingen voor jezelf moet checken. En het eerste wat je moet checken is: kloppen de aantal significante cijfers? En als je nu gaat kijken naar de breuk, dan zul je zien dat er bovenin uh, een getal staat met twee significante cijfers en onderin drie. En uh, dat houdt dus eigenlijk in dat het antwoord er slechts twee mag hebben. Dus je moet je antwoord even aanpassen. Dat moet worden 2,2. Streep eronder, want je hebt nagedacht over significantie. Tweede streep is voor de eenheid. Nou, die zijn we dus nog vergeten. Wat heb je uitgerekend? Ja, je hebt een. Tijd uitgerekend in seconden, dus er moet nog een S achter. En de derde is dat je gaat kijken: is mijn waarde geloofwaardig? Als ik een bal laat vallen en ik kom met 22 meter per seconde op de grond, iets in de orde van ja, 75 km per, per uur, ja, hoe lang moet zoiets vallen dan? Je zult het nooit precies weten, maar het, het is meer dan een tiende seconde en het is minder dan een minuut. En misschien kun je het nog iets preciezer zeggen dan dat, maar denk er wel over na. 2,2 seconden is best aannemelijk. Het zou best kunnen. Derde streep eronder. En je laat nu aan jezelf en ook aan je docent zien dat je hebt nagedacht over significante cijfers, de eenheid en het logisch zijn van je antwoord. Dus probeer altijd drie strepen te zetten onder elk eindantwoord dat je geeft op een toets.